deze televisieaflevering is zo grappig. Oh, moet je dat kijken? Ik kan het niet geloven. Wacht eens, zijn dat nou babygeluiden? Sinds wanneer zit er een baby in deze aflevering? Dennis, Dennis, moet open doen. Ding dong, ding dong, ding dong. Wat hoor ik allemaal, joh? Wat is dat? Ben je hier? Ik heb nu hulp nodig. Sorry, wat is er aan de hand? Kom binnen. Dit is er aan de hand, Dennis. Wat is dit alweer? Dit is een baby. Wacht, even stil. Even stil, jij baby. Slaap, baby, slaap. Oké, ja, kijk, klaar. Oké, wat dan rustig. Dit is goed zo. Ja, inderdaad. Zoe, jij hebt mijn hulp nodig. Ik kan beter iets aan jou vragen. Sinds wanneer ben jij moeder, Zoe? Nou, dat kan ik jou uitleggen, hoor. Stil maar. Wacht, Zoe, zet hem even op de bank. Dan kunnen wij even rustig praten. Want ik hoor je helemaal niet door dat gebeur, oké? Oké, perfect. Kunnen we even praten hier, Zoe? Ja, dat is goed. Sinds wanneer ben jij moeder? Nou, sinds net. Wacht, je bent moeder geworden, Zoe. Heb je een baby gekregen? We zijn er hartstikke jong voor. Hoe kan je op jouw leeftijd al een baby... Je bent een tiener, Zoe, dat weet je. Weten jouw ouders het al? Nee, het is niet mijn baby. Is je vader Sam? Is Sam de vader? Nee, wat voor... Bedoel je, het is niet jouw baby? Wie is die dan? Ik heb hem gevonden, geen idee. Hij was er opeens. Ik dacht bijna dat je zei dat je een baby had gevonden. Waarom lach je nou? Ik ben mega serieus. Je bent bloedserieus, Zoe. Ja. Maar niemand kan erachter komen, oké? Zoe, blijf hier, oké? Eens even kijken. Lukt het? Zoe! Wat is er? Dit is overduidelijk jouw baby. Hij lijkt op jou. Hij draagt roze en hij heeft zelfs één roze haartje, oké? Ja, maar dat betekent niet dat mijn baby is. En ik kan maar één iemand voor die roze haar heeft en dat ben jij, Zoe. Maar het is niet mijn baby. Ik kan je hier niet mee helpen, Zoe. Je moet echt met de vader gaan. Nee. Dus Sam, dat zijn jullie zaken, oké? Ik ben niet de moeder of de vader. Ik zeg toch dat ik hem heb gevonden en ik heb echt je hulp nodig, want ik heb hier echt totaal geen verstand van en niemand mag het weten. Oké? Wacht, je hebt een baby gevonden? Ja, dat probeer ik al 300 keer uit te leggen. Is dat serieus? Ja. Hoe kom je aan een baby? Waar kan je een baby vinden? Nou, op de deurmat lag die in één keer heel zielig. En ik dacht, ik kan hem hier toch niet laten liggen? Wacht, je wil zeggen dat iemand een baby op jouw deurmat heeft gelegd? Ja. Oké, maar Zoe, hoe zie je het precies voor je dat ik je moet helpen? Ik bedoel, ik ben geen vader. Ik heb wel melk of ik, wacht even, misschien werkt dat. Hij helpt de hele tijd alleen maar. Klopt. Misschien heeft hij honger. Ja, ik geef hem nog een melk. Volgens mij werkt dat. Heb ik ooit op televisie gezien. Hier, kijk eens aan. Dat vind je lekker, hè? Drink maar wat. Drink maar een klein beetje. Oké, kan ik even spreken? Ik kan echt geen baby in huis hebben. Als mijn ouders hier achterkomen, dan heb ik een probleem, Zoe. Maar dat ze nu een weekendje weg zijn. Mag het weten, oké? Sidori! Hij heeft op de bank gepoept! Nee. Precies, succes met opruimen. Nee. Zoe, dit is niet mijn... Zoe, blijf hier. Nee. De deur gaat op slot. Je kan hier niet weg, Zoe. De deur gaat op slot. Ja, probeer maar naar buiten te gaan. Hij zit op slot. Nee, het lukt niet. Hij zit gewoon dicht. Zoe, die poepbaby gaat met jou mee, oké? Hij stinkt. Nee. De deur gaat op slot. Oké, ik pak hem op. Dus dat is nu ons probleem. Nee, Zoe, dit is totaal niet mijn probleem. Succes ermee. Zoe, kom mee. Hij gaat naar buiten. Zoe, naar buiten. Jij ook naar buiten. Fijne dag, Zoe. Wat is er nou? Ik kan niet zelf verzorgen. Ja, oké, kom binnen en neem je baby mee. Wat wil je dan doen, Zoe? Helpen. Maar laat hem stil zijn, oké? Ik kan echt niet tegen Nee, ik ook niet. Oké, Zoe, waarom vraag je niet om Tommy of zo? Die is net een stukje ouder, die weet vast wat meer. Onze vrienden kunnen niet weten, oké? Dat schuim echt mega erg. Je wilt het geheim houden voor Tommy en Sam en Sarah. Voor iedereen. Oké dan, maar we moeten erachter zien te komen wie de ouders zijn hiervan, Zoe. Ja, klopt. Alleen tot die tijd... Er zijn spulletjes nodig voor hem. Ik bedoel, iemand moet je wel verzorgen. Helpen, maar betekent dat wij dan samen zijn? Jij bent de moeder en ik ben de vader.
water? Ja, maar we zorgen er alleen voor, oké? Ja, want ik wil niet dat jij mijn vrouw bent, Zoe. Nee, niks ik wil niet dat jij mijn man bent. Mama! Nee, geen papa en mama, het is Zoe en Dennis, oké? Inderdaad. Oké, papa en mama, oké, papa en mama, het is papa en mama, het is papa en mama. Oké, wat moeten we doen? Het was de laatste melk, want ik had. We kunnen misschien eerst boodschappen doen. Melk halen dat is wel slim. Nieuwe luiers. Ja, ik denk dat het beste is. En hopen dat onze vrienden niet tegenkomen. Die moeten we echt ontwijken. Oh, kijk eens aan de supermarkt. Wat vind je leuk, hè, kleine baby? Ja, ga voor jou zijn, een nieuw pak luiers halen. Dan kan je oneindig je boeken kopen. Melk. En wat melk. En misschien babyvoeding en zo. Een beetje babyvoeding, inderdaad. Precies. Oké, eens even kijken. Is chips wat voor een baby? Ik weet niet of we baby chips mogen eten. Misschien kunnen ze daarin stikken. Ik denk dat dat gevaarlijk is. Ik denk dat we misschien wat banaantjes en appels mee moeten nemen. En dat moeten prakken, weet je wel. Ja, precies. Geen natte chippie. Nee, we kunnen misschien de chips wel in de blender doen. En dan een beetje melk erbij, want het is zo'n papje. Oké, laten we gaan. Ik ga hier verzorgen. Sarah! Wat brengt jou hier op deze... Ik ga hier liggen, oké? Zonnige dag bij de... supermarkt. Hey, ik ben hier met Zoe, inderdaad. Wij zijn... Inderdaad. Ja, we gaan samen koken vanavond, toch? Ja, mag ik komen eten? We hebben net eten gekocht voor twee, dus ik heb alleen maar contant geld bij me. Mijn portemonnee ligt ergens onder de bank of zo. Inderdaad. Jullie komen met nerveus over, jongen. Gewoon een beetje druk, inderdaad. Ik bedoel, we waren bang dat er niks meer was in de schappen. Ja, inderdaad. Dat zou wat zijn, hè? Ik kom ook even dingetjes halen. Wij kunnen wel boodschappen voor jou doen. Ja, inderdaad. Ik breng het al naar je huis, oké? Zeg maar Zo'n mooie meid als jij, die hoort geen boodschappen te doen. Inderdaad. Dat doen wij wel voor jou. Zeg maar dat is heel lief, maar ik ben er niet toch al. Nee, niks aan het handje. Kom, Sarah, dan gaan we even samen met z'n tweeën naar buiten. Ja, lijkt het je leuk om misschien vanavond naar de bioscoop te gaan samen? Ja, dat lijkt me leuk. Oké, als jij dan de kaartjes en dat soort dingen kan regelen, zou dat heel erg fijn zijn, oké? Ja, is goed, maar mijn boodschappen dan? Zie ik je vanavond, dat regel ik wel, Sarah. Oké, doei! Wat is Zoe aan het redden daar dan? Nee, niks hoor. Zoe is niet aan het redden. Later, Sarah. Tot vanavond dan? Ik ben die baby kwijt. Ik weet het niet, ik hoor hem, maar ik weet niet waar die is. Waar zit hem in je poten? Hij zit de chips leeg te eten. Wacht die baby op. Jeetje, hier, baby, kom nou mee. Dat scheelde niks. Oké, weet je wat, we gaan wat ijsje halen. Niks naar boodschap, oké? Okay? Kom, we gaan een ijsje halen. Zoeken jullie maar een lekker ijsje uit. Ja, is goed. Welke smaak wil je hebben, kleine baby? Weet je wat, voor een bubblegum doen. Zo, bubblegum. Hij mag bubblegum. Zo, kijk eens aan, kleine jongen. Of voor jezelf ook een wat, Zoe. Sam, wat brengt jou hier? Ja, ik wil graag een ijsje. Een ijsje? Oh, oké. Wat voor smaak zou je willen hebben dan? Ik ben hier namelijk de enigste, zoals je kan zien, toch? Ja. Ik bedoel, je zag niemand anders, hè? Zoe daar niet ook net? Zoe? Is hier Zoe dan? Ik dacht dat ik haar zag. Nee, ik bedoel, waar moet ze zitten dan? Ze zit hier niet onder de tafel gestopt. Nee, ik zie haar niet. Maar ik wil gewoon een ijsje. Nee, hier is ook niet, Sam. Hier is ook niet. Oké, pak maar een ijsje. Echt niet? Nee, je kon kijken. Zie je geen Zoe hier? Zie je niks aan de hand? Nee, oké. Ik moet er vandoor. Sam, ik ga snel een ijsje halen. Doei, Sam. Gaat het wel goed met je, Dennis? Ja hoor, Sam. Oké. Hey, Zoe, waar ben je? Psst. Achter je. Daar ben je, Zoe. Volgens mij scheelde dat heel weinig. Het scheelde echt niks. Hij zag je weglopen. Maar zag je mij weglopen? Hij kwam maar voor ijsje. Nee, gelukkig niet. Hij wou nog controleren bij de achterdeur. Ik zag het. Ik ben snel weggeglipt. Ik denk dat we gewoon kunnen verstoppen. We moeten denk ik naar het kinderdagverblijf gaan. Om daar af te laten eventjes. Inderdaad, dat is het beste. Dan kunnen ze daar op hem letten en dat soort dingen. En dan kunnen we erachter komen wie de ouders zijn. Laten we dat gaan doen. Deze kant op.
Respect, zij bij het kinderdagverblijf. Oké, breng hem maar naar binnen, Zoe. Oké. Oké, als het goed is, kan je hem hier achterlaten. Dan moet je het noteren in de computer. Ik zie nog niemand hier. Nee, ik zie ook helemaal niemand. Oké, hopelijk komt er elke moment. Waar zou ik hem neerleggen? Tommy! Hey! Hallo! Wat ben jij hier aan het doen, Tommy? Nou, betere vraag. Wat ben jij aan het doen hier? Bij het kinderdagverblijf? Hey, Tommy, wat leuk jou hier te zien. Oh, Zoe, ik ben hier ook! Want jullie waren hier niet samen naartoe gegaan, Ik ben een zeppels. Hoe is het met je? Maar wat brengt jou hier, Tommy, bij het kinderdagverblijf? Wat doe jij hier nou weer, Tommy? Ik bedoel, dit is toch niet echt een plek voor jou, hè? Ik wil naar school toe gaan. Dus ik fietste langs. Mijn neefje ophalen. Ja, mijn neefje. Ja, ik was hier gewoon even aan het rondkijken en zo, weet je wel. Ja, mijn neefje. Die is net 2 jaar, dus die zit nog op het kinderdagverblijf. Oh, wat leuk. Heb je een neefje? Vandaar. Ja, echt zo een heel schattig kindje. Zo eens dat we ook je neefje mogen ontmoeten, Dennis. Hij is heel erg verkouden, toch, Zoe? Klopt. Heel erg verkouden en zo. Nee, het is een kinderdagverblijf en dat zijn al die andere kinderen. Ik heb nog nooit eerder je neefje gezien. Dat lijkt me wel leuk, hoor. Maar hij is heel verkouden en zo. Dat is allemaal aanstekelijk en zo. Dat is niet best. Hij klinkt niet echt verkouden, hoor. Geloof ons, hij is heel erg verkouden. Ik ga wel even bij hem kijken. Het komt niet zo leuk. Ja, hij is verkouden. Je kan beter gaan, Tommy. Als jullie het zeggen. Fijne dag, Tommy. Later, succes op school. Later. Doei. Hij is stil. Oké, we moeten naar ons huis gaan. We kunnen hem hier ook niet inderdaad. We komen alleen maar mensen tegen. Wat doet Tommy hier, joh? Dan komt allemaal nog en dat soort dingen. Oké, weg hier naar mijn huis. Oh, hè. Zou juist eindelijk rusten. Moet je nou kijken? Oké, een babytje kan toch wel lief zijn. Ja, als hij stil is. Steeds meer vader nu we zo met hem op pad zijn of met haar. Ja, inderdaad. Volgens mij is het een jongetje. Ik snap niet waarom hij je zoveel roze draagt. Dennis? Wat is dat? Daarom ben je thuis. Dat je niet thuis bent. Zeg dat je niet thuis bent. Hey, ik ben niet thuis. Hoi, Dennis. Ik ben niet thuis. Ik ben ook niet thuis. Maar je staat voor je huis. Ja, je staat... Je staat voor je huis inderdaad. Ja, jongens, Dennis, ga naar binnen. Dan ben je niet meer thuis, oké? Wat komen jullie hier doen, jongens? Zo hier? Je had boodschappen voor mij, toch? Ja, dat is waar. Hoor ik. Is dat een baby? Echt een baby? Het is geen neppe. Ik kan het uitleggen. Zoe is moeder geworden. Wat? Zoe is moeder? Wat is Zoe moeder geworden? Oké, Sander. Oké, jongens, ik leg het uit, oké. Zoe heeft deze baby gevonden voor haar huis. Iemand heeft de baby achtergelaten. Ja, wat stielig. Zoe vroeg mij of ik haar wil helpen om op de baby te passen om voor hem te zorgen. Maar we wouden niet dat jullie het weten, omdat Zoe vond het nogal beschamend. Een tiener die al een baby heeft. Oh, maar Zoe, dat is toch vinden dat niet normaal. En Zoe schaamde zich daar een beetje voor, toch? Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Het beste is om aan Dennis te helpen. Waren met de baby in de supermarkt ook en bij het thuiskomstzaakje. Daarom deden jullie zo raar. Ja, inderdaad. Maar nu dan? Maar jullie vinden het niet erg. Nee, natuurlijk niet. We weten niet echt wat we moeten doen. We zijn op zoek naar de ouders, maar we hebben geen idee wie hem heeft achtergelaten. Weet je, als jullie dat gaan uitzoeken, dan ga ik even langs de winkel. Oké, hou ik wel een baby. Oké. Serieus? Dat zou mega lief zijn. Dankjewel, Sarah. Ik zie jullie zo. Doei, jongens. Oké, tot zo. Oh ja, dit is dan de baby. Hij lijkt wel op Zoe, vind je niet, Tom? Het komt wel goed. Het komt wel goed, baby. Oké, niet te veel huilen. Niet te veel huilen. Sarah is onderweg. Ze zal allemaal spulletjes halen. Hier is mijn baby. Waar is dat eerste kind? Jouw huis is mijn kind. Wacht even, jongens. En hoe noemt hij jouw mama? Jouw kind? En hoe noemt hij jouw mama? In ieder geval een paarse kleuter heeft hem ontvoerd. Dat het jouw baby is? Het is mijn baby, ja. Weet je, toch rust. Ik ben de hele dag zoeken en zoeken. Het spijt van mevrouw. Pak hem maar op, baby. Ik heb hier niks
mee te maken, oké? Oké, ja, pak hem maar op. Nou, ik ga er vandoor. Ik ben helemaal klaar met deze dag. Kom maar mee. Oké, zij wil van de BPO. Maar wacht eens even. Zei ze nou dat het kind de baby heeft gestolen en voor de deur heeft neergelegd? Ja, volgens mij wel. Dus je wil zeggen dat al die tijd het kind hierachter zit? Ik denk het wel zo. Ja, dat denk ik ook. Lekker losers. Hey, ik hoor hem. Hey, kom op. Als je meer avontuur wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei! Hey jongens, ik heb de babyspullen hier. Sarah, dat gaat niet meer door. Oh.